Het is echt verschrikkelijk koud. Het is eigenlijk niet leuk koud. Zo koud is het. Goed, we zijn onderweg van Katwijk naar, jawel, Rijnsburg. Rijnsburg heeft de dato 2021 16.880 zielen. En Rijnsburg staat bekend, zeker door de Tweede Wereldoorlog, als het bolwerk van het verzet. Er waren hier heel veel helden. En waarom? Nou, er waren hier in de Tweede Wereldoorlog heel veel Joodse kinderen die ondergedoken zaten in Rijnsburg. Waaronder, u kent haar wel, Hanneke Groenteman. Nog een klein weetje, volgens Wikipedia worden de inwoners van Rijnsburg Aien genoemd. En waarom? Dat weet ik ook niet. Gaan we uitvogelen. Dit is de Atlantikwal. Atlantikwal. De verdedigingslinie die Hitler in de Tweede Wereldoorlog liet bouwen langs de kust. Van Noorwegen tot Spanje. En ik had er nog nooit van gehoord. Daarom onderzoek ik samen met cameraman Florian en producer Jolien welke impact de Atlantikwal nu nog heeft bij de Zuid-Hollanders. Lopend van het bovenste puntje van Zuid-Holland naar Hoek van Holland, heerlijk, gaan we op zoek naar de sporen van de Atlantikwal. Hallo! Welke verhalen zijn er nog te vertellen? En wat leeft er nog meer onder de Zuid-Hollanders? Bijzondere ontmoetingen in Merlijn over de Atlantikwal. Ik denk dat ik in het oudste deel van Rijnsburg moet zijn, maar waar ik precies meer te weten kan komen over het verzet, dat weet ik eigenlijk niet. Goedemorgen! En waarom de mensen hier uien heten, dat wil ik eerst weten. Waarom heten we hier uien als Rijnsburger? Het werd vroeger heel veel geteeld hier. Ha! Daar is Rijnsburg groot mee geworden. Ja. Echt waar? Ja, zeker weten. Uien. Maar dat is niet meer nu? Nee, helemaal geen uien meer. Waarom niet? Ja. Er is geen land meer hier. Er is geen land meer? Nee, het is allemaal bebouwd. Ah. Er zijn geen kwekerijen meer, niks. Oh, maar dat klinkt als groot leed, of ja, niet? Ja, dat is het ook. Ja. Bloemenvaring gaat ook bijna dicht. Wordt bijna niet meer geveild. Dit wordt een verdeelcentrum. Ja. Nou, daar zijn de Rijnsburgers niet blij mee. Nee, zeker niet. Nee. Waar heeft u ook altijd in de industrie gewerkt? Ik heb in de bestrijdingsmiddelen gezeten. Oh. Dus dat, maar wel met de bloemen heeft wat te maken. Ja. En je woont in een mooi huisje. Ja, dat klopt. Een beschermd gemeente, hoe noemen we dit ook weer? Dit is van, eigenlijk van het genootschap Oud-Rijnsburg. Oh, oké. Okay. Het was een onbewoonbaar verklaarde woning, dit. Oké. Okay. Het bordje hangt aan de achterkant nog. Het bordje? Ja, als je de poort in loopt, kan je het zien. Loop maar achterom. Ja? Oh, maar dit is helemaal, dit is heel chic. Kijk nou, dit vind ik nou leuk. Dat is een mooi raampje, hè? Zie je dit? Zo. Daar ben je! Onbewoonbaar verklaarde woning. In de Koestraat. Toen ik het kocht, was het onbewoonbaar verklaard. Ah. In 1975. Oké. Okay. Zeg, dit zijn mijn eerste stappen in Rijnsburg. Nu is mij verteld dat het hier een dorp vol helden is. Omdat er in de Tweede Wereldoorlog... onderduikers waren, volop. Veel. Kijk, hier tussen het plafond. Maar hier hebben ze ook gezeten, bedoel je, hier hebben ze onduikers? Ook gelegen. Gelegen? Tussen het plafond in. Maar kun je dat nog zien? Nee. Nee. Dat is allemaal verbouwd. Oké. Okay. Maar jij weet ook dat ze dus hier zijn geweest, onderduikers? Van de verhalen, hè? Ja. Ik ben na de oorlog pas geboren. Ja, nee, tuurlijk. Maar hoe kan het eigenlijk dan dat ze naar Rijnsburg gingen? Was dat dan gewoon... Ja. Algemeen bekend. Van, nou ja, als je ondergedoken wil Johannes zitten... Post, Marines Post, die zaten ook allemaal hier natuurlijk. Want de Johannes Poststraat is daar. De Marines Poststraat is in Valkenburg. Maar ik weet niet wie dat zijn. Dat zijn verzetstrijders. Rijnsburgers. Rijnsburgers. Uien. Ja, maar geen ras echt uien. Allemaal weer geïmporteerd. Dan ben je een nep ui. Ja. Een zilveruitje. Ja, ja, precies. Ja, ja. Oké. Okay. Ik duik het centrum dan maar in. Oké. Okay. Dan gaan we eens navraag doen aan de andere uien. Succes! Hey. Dankjewel. Succes met jullie programma. Joe! Okay. Hoi, hoi! Op weg naar het centrum lopen we de volgende bijzondere ui tegen het lijf. En geen idee of hij iets over de oorlog te melden heeft, maar hij heeft in ieder geval een vooroorlogse snor. Mag ik je wat vragen? U ziet er zo vrolijk uit. Ik ben ook vrolijk. Ja, hoe komt het? Geen reden om niet vrolijk te zijn. Nee, dat bedoel ik. Ik kan nog werken en ik mag nog werken. Ik ben de kapper van Rijnsburg, Jan de Snor. De kapper van Rijnsburg.
Ja? Ja. Dat moet. Ja, nou, heb ik al een jaar of... ben mee geboren, laat ik het zo zeggen. Oh ja, met die snor. Dat hoop ik niet voor je. Nee. Hoe is het hier in Rijnsburg? Super. En hoe richt je je leven in? Knippen? Vrije tijd, muziek spelen. Ja. Wat speel je? Gitaar. Ik ben gitarist geweest vroeger. Maar kun je ooit niet meer gitarist zijn dan? Nee. Je bent toch altijd nog steeds? Altijd, ja. Speel je nog? Beetje. Ik ga niet meer in een band spelen. En voor televisie? Heb ik vroeger gedaan, ja. Echt? Met Willem Duin vroeger, Met Willem Duin? Ja, dat was mijn collega. Echt? Ja, ja, heel leuk was dat. Hè? Daar heb je nog steeds hele leuke herinneringen aan. Willem, wat heb je grote handen? Een bek vol gouden tanden. Maar staat je foto samen met Willem ergens op een platenhoes? Nou, eigenlijk niet, nee, want... ik moest in 62 moest ik in dienst. Ja. En toen ging hun pas bekend worden. Ja. Dus ik heb een arme periode meegemaakt. Oké. Ik ben er niet rijk, maar ik ben wel gelukkiger van geworden. Okay. Ik heb een hele leuke jeugd gehad, een hele leuke muzikantentijd. Ja. Ik heb nog in het casino gewerkt in Noordwijk vroeger. Ja. Want daar kenden ze mij van. Je bent eigenlijk altijd een dienstbaar mens geweest. En nou weer, ja. Oh, in de kappersbranche, ja. Muzikaal gezien dienstbaar. In het casino werken is ook dienstbaar. Als je het zo wil noemen, ja. Als kapper, dienstbaar aan het mooier maken van mensen. Ja. Dan heb je ook nog een levensgezel. Ja. Ja. Ik heb een vrouw, 5 kinderen en 13 kleinkinderen. Dus, koud, hè? Ja, maar ja, in Rijnsburg maakt het er niks uit, die kou. Het is hier zo warm en gemoedelijk misschien nou, zelfs. Nou, dat is waar, ja. Fijne dag nog, Jan. Hetzelfde. Joe, hoi. En zo sta je ineens oog in oog met de gitarist van Willem Duin. Nou, dan gaan we nou naar het centrum, jongens. Want in het centrum van Rijnsburg staat namelijk een boom... die een prominente rol heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Kijk, Floor. Dit is de... Koningin Wilhelmina Boom. En die staat hier in Rijnsburg symbool voor het verzet. Wat was er aan de hand? Op 31 augustus 1941 hebben de Rijnsburgers hier de boom versierd... met oranje wimpels en vlaggen en aanverwante materie... omdat de koningin haar verjaardag gevierd moest worden. Dat vonden de Duitsers helemaal niet leuk. En een dag later komt hier die groene politie... stormt hier met wagens het dorp binnen... arresteren 30 mensen. En dat is op dat moment de druppel die de emmer deed overlopen voor de Rijnsburgers. Dat pikten ze niet. En zo is het verzet in Rijnsburg geïnitieerd. Je ziet hier een drietal portretten van de koningin. Die werden door de Duitsers verwijderd. Net zoals de vlaggen en de wimpels. En ja, de geboorte van het verzet en de herinnering aan het verzet. En dan ga ik nog even op zoek naar het huis waar een andere belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een schietpartij en een Joods meisje. We zijn hier op Rapenburg. En op Rapenburg heeft een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden. Hier ergens in een huis zat een Joods meisje ondergedoken. En die was op een of andere manier verraden. We weten niet precies hoe dat zit. En er was een Leidse rechercheur... En die ging kijken of het meisje in het betreffende huis zat. Jan Wildschut van het verzet is naar binnen gestormd en heeft de rechercheur om het leven gebracht. Hij heeft hem neergeschoten. Hij is weggevlucht, in de tram naar Katwijk gestapt en er vandoor gegaan. Er zijn geen represailles gekomen van de Duitsers, dus hij is er goed mee weggekomen. Überhaupt dus de hele gemeenschap. Maar ik ben wel benieuwd waar die gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Waar... is dat huis waar dat meisje ondergedoken zat. Ik zoek het huis waar in de Tweede Wereldoorlog... een Joods meisje ondergedoken heeft gezeten. En dat wordt hier genoemd de schietpartij op Rapenburg. Zegt het u iets? Niet echt, hè. Ja, ik kom zelf uit Frankrijk, dus ik weet niet. U bent Frans? Yes. En wat doet u in Rijnsburg? Ja, ik woon hier al 40 jaar inmiddels. Dus, de liefde heeft u hier gebracht? Yes. En hoe is dat gebeurd? In Frankrijk. Ja, maar die kwam daar in... ja, op vakantie. In de jaren 80. Ja, inderdaad. En die heeft u het hof gemaakt.
Helemaal goed. En waarom is hij niet naar Frankrijk gegaan? Ja, daar waarom? Ik weet het niet. In die tijd was het, ja. Veel lekkerder, toch? Ja, ja. Daar in Frankrijk. Ja, het is hier ook prima. Ja, nee, tuurlijk. Ongetwijfeld. Maar dus u weet niet waar ik hier... Nee, het verhaal ken ik niet. U zou denk ik het best aan een echte Rijnsburger moeten vragen. Ja, maar na 40 jaar ben je ook een echte Rijnsburger, ja, toch? Kijk, ik weet wel waar het huis van Spinoza is. Ja, ja, ja. En weet, misschien dat u het weet, mevrouw. Dus mevrouw is misschien, kom maar, Rijnsburger misschien. Bent u Rijnsburgse? Rijnsburg? Ja. Ja? Ja. Wij zoeken het huis waar een Joods meisje ondergedoken heeft gezeten, ja, in de Tweede Wereld. Ja, dan moet je op de Valkenburgerweg wezen. Op de Valkenburgerweg? Ja. Oké, dus dat is niet hier op Rapenburg? Misschien dat ze bij de dokter geweest is, bij Van der Laan. Waar is dat dan? Daar was de dokter. Daar? Ja. Oké, jongens, we moeten naar dat huis. Maar dit ziet er niet uit als een huis uit de Tweede Wereldoorlog, hè? Toch? Wat denken jullie? Nee, hè? Jullie zijn echte Rijnsburgers. We hebben namelijk het verhaal gehoord dat in de Tweede Wereldoorlog... dat er een meisje ondergedoken heeft gezet, een Joods meisje. Ja. Het wordt genoemd de schietpartij op Rapenburg. Ja, dat is hier. Dat is wel hier. Dus dat is beroemd. Ja, hier, maar waarom staat er dan geen standbeeld hier? Of een plakkaat op de muur? Of de... Ja, Spinoza hebben we daar staan, maar dat is wel anders. Maar ik zie hier helemaal niks. Nee, jullie zien niks. Maar wij weten genoeg. Jullie weten genoeg? We weten genoeg. Oké, nou goed. Dames en heren, de mensen thuis. Ja. Zij weten genoeg. Jullie weten het vanaf nu ook. Op deze plek is een heldendaad verricht. En is een leven van een Joods meisje gered. Maar het was een ander huis. Heel ander huis. U ziet er chic uit. Of ziet u er altijd zo chic uit? U ziet er misschien wel. Zo ja. Mooi, hè? Het is een mooie vrouw, heeft ja, zeker. U. Zeker. En hoe heeft u dat gedaan? Heeft mijn haar zit nog op geschaakt of heeft zij u geschaakt? Nee. Wat denk jij? Ja, ik denk dat jij je best hebt gedaan. Ja. Toch? Ja, vroeger was dat natuurlijk zo, hè? Tegenwoordig mogen meisjes. En hoe heeft hij dat gedaan dan? Was het bij het dansen? Was het, ja, bij... was hier Koning Wilhelmina was jarig. Ah, oké. Okay. Maar hoe deed hij het? Weet je het nog? Ja. Ja, ja, hij bracht me naar huis. Zo? Ja. En toen? Ja, toen is dat. Toen is vanzelf gaan groeien. Maar mocht er toen al een kusje gegeven worden of niet? Ja, ja. Echt? Ja, eentje. Jij bent ook makkelijk, zeg. Zullen we één keer naar huis brengen al? Ik vond het wel erg leuk. Ja, ze komen heel goed, joh. Oh, jullie kennen elkaar al. Hoe lang zijn jullie nu samen? 63 jaar. Bijna 64. In maart 64. Mag ik jullie een hele fijne dag wensen? Ja, hartelijk dank. En tot ziens. Joe, dag. Oké, jongens. Dan hebben we het nu wel hier, geloof ik, in Rijnsburg. Ik stel voor dat we de veters even aanstrikken. En dan gaan we weer meters maken. Hè, Jolien, Florian, voorwaarts! We laten Rijnsburg achter ons en lopen via het buitengebied richting Wassenaar. Maar voor we daar aankomen, wil ik eerst nog graag het bos in. Zo, in de natuur zijn we. Oké, Flor, wij zitten hier bij De Pan. Daar zit het Panbos. En in het Panbos, daar schijnen nog allemaal dingen te vinden zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Die nog... onaangetast daar rauw in de natuur liggen. Alsof ik een beetje Indiana Jones kan spelen. En daar heb ik zin in. Dus, we gaan de natuur in. Heb je goede schoenen aan? Sir? Mooie, goede, stevige schoenen. Mooi zo. Jolien ook, zie ik. Fijn. Goed zo. De wildernis in. Er ligt nog een heleboel Duitse rommel in het Panbos. En terwijl ik zoek naar dat ene verloren Duitse pistool... blijken we niet de enige cameraploeg in het bos. Ja, even kijken. Nee, nee, nee. Het is heel leuk. Ja, maar zijn jullie de hond aan het fotograferen? Ja. Wat leuk. Ga je hem verkopen? Nee. Je mag hem verkopen, maar ik denk niet dat je het ervoor wil betalen. Oh. En zometeen? Heb je een leuker plekje nog in het hoofd? Tussen de Atlantikwal resten. Ja, zoiets, ja, denk ik. Leuk. Ver lopen dan. Nou, doe maar. Ja. Succes, dames. Dankjewel. Dag. Elegant kontje heeft de hond. Zie je dat? Goed, we laten ons niet meer afleiden door elegante kontjes. Tijd om die natieschat te vinden. Of een ongerept stukje Atlantikwal. Zit de hele tijd een beetje op de...
We gaan de paden, Floor. Ik denk dat we gewoon daar erin moeten. Want hier ga ik natuurlijk nooit die dingen vinden. Kom jongens, ja, we zijn toch aan het zoeken? Kijk eens. Floor? Ik weet ook niet wat het is. Maar voor hetzelfde geld is het een schuttersputje. Of een... de fundamenten van een vlak kanon. Of een wachtershuisje. Ja, ik vind dat te gek. Dit is toch iets? Maar wat het is, dat weten we niet. Ik vind dit bordjes waardig, maar ja, daar ben ik. Wat zullen we ervan maken? De waterput om koeien mee te drinken? Of is het een Tweede Wereldoorlog ding? Tweede Wereldoorlog ding. Goed zo. Achteraf heb ik gehoord dat mijn vondst waarschijnlijk een Duitse Tobruk-bunker moet zijn geweest. Dus laat dat bordje maar komen. Wij zoeken verder naar de zogenaamde drakentanden van de Atlantikwal. Ik denk dat ik de drakentanden zie, Floor. Ja, te gek. Dit zijn ze, ja. En blijkbaar verwachten ze dus dat de vijand van die kant of zo zou komen. Want daar staan de lagere kleiner en ze worden steeds hoger. Wat gaaf, hè? Ze hebben hun eigen funderingen hier ook. Door de oplopende hoogte van de drakentanden komen tanks vast te zitten. Of ze kantelen en zijn zo veel makkelijker uit te schakelen. Drakentanden waren samen met de zogenaamde anti-tankmuur een ondoordringbare verdedigingslinie van de nazi's. Floor, moet je zien. Dit moet die tankmuur zijn. Nou, gelukkig komen wij zomaar in het wild een expert tegen over de Atlantikwal. Dag, Jack. De tankwal. De tankwal. Daar heb jij verstand van, hè? Nog een beetje. Hoe groot is hij? Want dat kan ik niet zien. Wat is het? 1,5 meter breed of zo? 1,5 meter breed. Ja, 2,50 meter hoog, hè, zal het zijn. Ja. 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 En gewoon puur beton? Puur beton, ja. En het was omdat... Ja, de invasie werd hier verwacht. Ja. Dat is natuurlijk niet gebeurd. Waarom werd hij eigenlijk hier verwacht? Ja, makkelijk natuurlijk. Vlak strand, de grote steden achter je. Ja. Amsterdam en Den Haag. En als je de grote steden in je macht hebt, ja, dan heb je natuurlijk veel in je macht. Maar dit is maar een onderdeeltje van de Atlantikwal, de muur. Ja. En moet je daar nog iets aan doen om het te bewaren? Nou, dit niet. Dit gaat niet kapot, dit stuk beton. Nee. Je vriest iets wel dat het boven kapot vriest. Veel van die gekke bobbels. Ja. Waarom zijn die eigenlijk, die bobbels? Daar zijn wat verhalen over. Sommigen zeiden dan, konden de Duitsers er niet overheen fietsen, want die muur was natuurlijk heel lang. Maar het werkelijke verhaal is dat het een camouflage-truc was. Het is recht. En vanuit de lucht, de vliegtuigen, de verkenningsvliegen, die zien dan... We zien wel iets en zien dat het allemaal golvend is. En denken dan ook dat water is. Of een stukje duin. Maar dit is natuurlijk duinlandschap. Ja. Ja, ja, ja. En zo hebben ze meer gebouwd in een bepaalde stijl. Om maar te voorkomen dat het gebombardeerd wordt. En dan hebben we Valkenburg. Dat ligt dus... Ja, hierachter. Daar. Grote vliegveld. Ja, vliegveld. Is daar nog iets te zien? Daar staan ook bunkers, maar die liggen daar op dit moment achter het hek. Ja. We kunnen er wel naartoe gaan. Maar wat interessanter is, denk ik, zijn de barakken. Oké. Toen het vliegveld veroverd was, werd het ingericht om van daaruit Engeland te gaan veroveren. Dat was het plan. Ja. En er zijn dus enorm veel barakken gebouwd. En daar verbleven zo'n 500 manschappen. Okay. En er staan er nog zo'n 32 op dit moment langs de kant. Uit de Tweede Wereld. Uit de Tweede Wereld, langs de kant van de weg. Nou, vind ik wel leuk. Ja. Het bijzondere van deze barakken is dat ze slim gecamoufleerd waren en gezamenlijk op een dorp leken. Maar het ziet eruit als een boerderij. Het is de Heimatschutz en dat zijn boerderijen. Het is de? De Heimatschutz. Heimatschutz. In de stijl van de Heimatschutz. In de stijl van de Heimatschutz. Ja. Ik vind het wel fascinerend. Ja. Als je het niet beter weet, zou je denken dat dit de kop van de boerderij is en daarachter de koeien. Maar dat is dus niet zo. Nee. Maar was het ook de bedoeling dat het er zo uitzag om de vijand te misleiden? Ja. Er is aan weerszijden van de weg zijn die barakken gebouwd. Echt zoals een dorp gebouwd werd, schots en scheef door elkaar, is het opgezet door de Duitsers. En het is zo neergezet hier vanwege het vliegveld, ja. Maar ook om... Vooral niet te laten weten dat het bij het vliegveld hoort. Ja. En
Ja, kijk, het vliegveld dat werd natuurlijk wel door de verkenningsvliegtuigen herkend als vliegveld. Precies. Maar dit gaf de indruk dat dit een dorp was. Terwijl hier natuurlijk 500 manschappen zouden wagen. De camouflage heeft duidelijk gewerkt, want de barakken zijn nooit gebombardeerd. Maar de staat van de barakken is niet zo best. En de vraag werpt zich op of dit erfgoed is, ja of nee. Daar zijn ze in de lokale politiek nog niet uit. Een deel wil de barakken bewaren, terwijl anderen ze juist af willen breken om er een landschapspark van te maken. Wonderlijk. Ik zou zeggen, lekker laten staan en maak er iets moois van. We verlaten het Panbos en wandelen door naar de chicste gemeente van Nederland, waar het prompt begint te regenen. Het is echt rot weer, jongens. En die meneer, die trotseert het gewoon. Wat zou die aan het doen zijn? Moet ik roepen? Het is een beetje gênant om te roepen. Maar ja, ik kan ook niet moeilijk zomaar het veld inlopen, toch? Dag meneer, mag ik u wat vragen? Deze meneer staat zogenaamde grebben te graven. Een soort gultjes om het overtollige water af te voeren. Deze grond lijkt sowieso op een gewoon weiland, maar niets is wat het lijkt. Dit land hebben we ingezaaid met een kruidenmengsel. Voor in de soep? Of? Nee joh, nee, voor in het gras. Het is om wat meer, niet alleen gras, maar ook een beetje kruiden in de gras te krijgen. Maar even voor mij, is dat dan omdat de koeien dan ook kruiden gaan eten, zodat hun melk, wat kruidiger wordt? Nou, dat is niet helemaal, de melk blijft de melk. Dat is een kruidenkaas maken, rechtstreeks uit de koe. Er zit hier heel veel klaver voor in. Ja. En klaver is goed voor koeien. En klaver zit veel eiwit in en wij moeten juist wat meer eiwit uit het gras gaan halen. Dan hoeven we minder eiwit aan te voeren. Wat bent u dan? Want u bent geen kaasboer. Dan. Ik ben een gepensioneerde veehouder. Vroeger was het bedrijf van mij. En nu is het van mijn dochter en van mijn schoonzoon. Gaan ze er een beetje goed mee overweg? Ja, ze gaan er heel goed mee overweg, ja. Okay. Vreselijk hard werken, maar ze gaan er goed mee overweg. Okay. Nou, dus greppen worden gegraven. Voor kruiden, voor jouw kruidenkaas thuis. Volgende week in Merlijn over de Atlantikwal. We zijn op zoek naar de Tank Destroyer. Jezus, maar daar staan er een heleboel. Je moet het wel interessant maken, hè, Willem? Ja, ik maak het ook interessant. Ja, dat is goed. Hier stonden tafels en stoelen. Ontzettend ongezellig, toch? Dit was de hospitaalbunker, ja, maar je zit niet in het leger om gezellig te zijn. Nee, dat is waar. Dus het leukste van de bunker hebben we nu gehad. We hebben je bijna nog gehad, ja.